zometeen in de tent in, heb ik begrepen. Maar voordat we dat doen, hebben deze kampioenen natuurlijk iets verdiend. We gaan ze even allemaal één voor één van de wagen afhalen. En ja, bij wie zullen we eens beginnen? We doen het in volstrekt willekeurige volgorde, dames en heren. Waarschijnlijk gaat hij stoppen met voetbal. Maar dat wisten jullie misschien nog niet. Maar hij is een soort jager, hij is een boer, hij is alles. Geef hem een groot applaus, Jos ten Hune! Ja, dames en heren, hij heeft niet heel veel gespeeld in VVB 1, maar hij heeft zich zeker laten gelden om vandaag. Geef hem een groot applaus, de man met de schaal in de hand, Jort Bouwmeester! Ja, ja, en de man met de vlag, hè, heel belangrijk, buitenspel of geen buitenspel, dames en heren, hij is schilder, hij is een alleskunner, hij staat daar met zijn brede lichaam. Dames en heren, een groot applaus, Marcel Keizer! Ja, en natuurlijk in de buurt van Marcel, daar staat ook iemand anders, die staat ook altijd met de vlag. En die doet in terrasschermen, dames en heren. Voor het geval je er nog geen hebt, bestel er een. Geef hem een groot applaus, Erik Klein! Ja, ja, en de steun en toeverlaat van VVV1, dames en heren. Ze staan hier vooraan, maar de eerste van de twee is natuurlijk Raymond. En ook Ronnie geeft ze een groot applaus! Onze supporters, de beste supporters van VVV1. Oké, dames en heren. Wij gaan verder. Maar daar achteraf, daar staat een keeper, dames en heren. Een keeper die al eerder in VVV1 heeft gevoetbald, maar nu nog steeds in VVV1 voetbalt, af en toe. Het is Peter de Wit, dames en heren. Ja, ik moet zelf ook even goed kijken. Daar staat hij. Wat zullen we eens doen? Ja, een spits, dames en heren. Een boomlange spits. Misschien wel de breedste man van dit elftal. Ondanks blessureleed staat hij toch achter de kar. Een goede kameraad, Rick ten Haye, dames en heren. Ja, en vandaag was hij geblesseerd, hè. De man die normaal ook achterin staat. En de sterkhouder van VVV1 ondertussen. Hij is daar, dames en heren. Zijn achternaam begint met een A. Zijn voornaam met een B. Dan weet u wel waar ik het over heb. Ik doe maar vast die klappen, want het is Bas Assing. Ja, en ook helaas veel blessure in dit seizoen. Maar toch een sterkhouder ondertussen. Een jonge jongen, een raad van elf lid. En wat niet meer, dames en heren, geef hem een groot applaus. Stam aan in, dames en heren. Ja, en dan komen we nou aan bij de man met de grootste mond van dit elftal, dames en heren. De man met de grootste mond. Weet jullie over wie ik het heb? Nee, niet Lars Anik. De ene grootste mond heeft Lars, maar de grootste mond, dames en heren, geef hem een groot applaus, Tom Pierik. Ja, en dan over naar een eindbaas. Een eindbaas, maar dan zonder eind in zijn achternaam. Het is Rick Baas, dames en heren. Geef hem een groot applaus. Ja, en de jeugd heeft de toekomst. De jeugd heeft de toekomst. En zo ook in dit elftal. Want wij hebben hier iemand die is een vleugelflitser, een snelle speler. En die heeft zich stormachtig ontwikkeld. Geef hem een groot applaus. Randy Smit, dames en heren. Ja, en ik zei al, de jeugd heeft de toekomst, dus dat geldt ook voor deze jongen. Hij is van Kuipers. Baas B staat met zijn handen in de zak en die fronst zijn wenkbrauwen. Maar hij is ontzettend trots op deze jongen, dames en heren. Sam Kuipers! Ja, en we hadden het net over...